We zien hier een pop-up store, neergezet midden in Den Haag. Vlak voor Black Friday, de dag waarop mensen heel veel gaan kopen waarschijnlijk. Uitverkoop in kleding is een heel groot probleem. Dat betekent dat heel veel kledingmerken zeg maar, kleding tegen veel te lage prijzen gaan verkopen. En dat consumenten er ook aan gewend raken. Een aantrekkelijke prijs in de winkel betekent dat er waarschijnlijk aan de andere kant een veel te hoge prijs wordt betaald in de vorm van hele slechte werkomstandigheden, waar we wel verantwoordelijkheid voor dragen, letterlijk. En daarom denk ik dat het heel goed is rond deze tijd om dit te doen in Den Haag, vlakbij het Binnenhof, waar beleid gemaakt wordt op dit gebied, om dit te laten zien dat het ook anders kan en dat onder de aandacht te brengen. Wij proberen er met z'n allen wat aan te doen, om inderdaad ervoor te zorgen dat mensen meer betaald krijgen voor elk uur of elke minuut eigenlijk dat ze werken. Nou, in deze pop-up store presenteren we eerlijke brands. Brands die al hun best doen om hun kleding op een eerlijke manier te laten maken. En we laten ook zien wat je daar als consument dus zelf aan kan doen. Ja, we zijn als burger en als consument zijn we erbij betrokken. En ik heb dat gevoel zelf ook vaak. Dat ik denk van ja, het is echt wel een heel leuk jasje en het is ook nog heel goedkoop. En dan moet ik mezelf even wakker schudden en denk ja, maar waar komt het eigenlijk vandaan? En dat is wat we graag willen, dat mensen die vraag gaan stellen. Mag ik jullie als voorbeeld noemen zo dadelijk in het debat? Ja? Oké, ga ik dat doen. Wij hopen dat er een langzame bewustwording komt. Dat jij, als je de volgende keer naar een winkel gaat, ook even kijkt. Wat zijn de sociale omstandigheden geweest in die fabrieken?